Dit in het klein, op een kussen. Hoe leuk is dat? Boom, boom. De opschepvork van mijn slaapcouvert. Ik heb net zeker 3 afleveringen van Broers en Vrouw gekeken. Damn, ik heb er echt nog heel veel nodig. Deze rit komt uit een oude tas van mijn vader. Ik moet wel meteen zeggen dat er een klein drama was vanochtend met dit kussen. Motherfuckers wanna get famous. Alrighty patatty. Hey. Nu al een zalige video dit. Een hele tijd geleden hebben Ron en ik deze nieuwe bank gekocht. En daar zijn we echt super blij mee. Maar één ding staat echt al heel lang op mijn lijstje om te doen. Namelijk nieuwe kussens maken. De kussens die nu op deze bank liggen, zijn de kussens die we op onze oude bank hadden liggen. Maar ik ben echt vreselijk uitgekeken op deze kussens. Sommige zijn ook zeker aan vervanging toe. Dit is echt een vreselijk fotje. Alle draadjes komen eruit. En sommige kussens kleuren gewoon echt niet meer bij de bank. Zo heb ik deze. Nou, dit is bijna dezelfde kleur als de bank, maar net iets anders, waardoor het eigenlijk gewoon geen gezicht is. Kussens zelf maken vind ik ook echt heel erg leuk om te doen. Want je kan helemaal de eigen styling van je bank bepalen. Zo heb ik al eerder deze kussens gemaakt. Deze kussens heb ik gemaakt van oude spijkerbroeken. Het voordeel ook aan spijker is dus dat het eigenlijk altijd overal wel bij past. Dus ik vind deze ook nog steeds heel erg leuk staan op deze bank. Dus deze kussens mogen absoluut blijven. Maar de rest van de kussens die zijn absoluut wel aan vervanging toe. Voor mijn eerste kussen idee heb ik meteen een heel kleurrijk plan in petto. Ik heb namelijk een hele berg met oude wol gekregen. Oh. En als ik bedoel een hele berg. Oh, dan bedoel ik ook een hele berg. Een hele vuilniszak wol met allemaal kleuren wol. Ik ben hier echt mega blij mee. Ik heb deze vuilniszak gekregen van iemand die het niet meer nodig had, die het niet meer kon gebruiken en die het eigenlijk weg wou gooien. Dus gelukkig was ik daar die alle trash mocht ontvangen. En toen ik al deze leuke kleuren wol zag, dacht ik meteen, hier moet ik iets mee maken. En voor mijn eerste kussen idee wil ik dan ook eigenlijk alle kleuren gaan gebruiken. Ik kwam laatst op het internet dit filmpje tegen. Alleen vond ik dit meteen wel een heel groot project. Maar ik dacht, dit in het klein op een kussen. Hoe leuk is dat? Ik wil dit verrotte kussentje helemaal gaan versieren met allemaal leuke pompons. Pompon lijkt me enig. Voor degene die niet weet wat pompons zijn. Je had het wellicht al gezien in mijn haar. Ik heb namelijk een hele leuke pompon in mijn haar. Pompon. Pompons maakte ik vroeger altijd op de basisschool. Het zijn dus eigenlijk kleine bolletjes wol die je op een bepaalde manier wikkelt en knipt. Waardoor je dus een leuke pompon krijgt. Pompon. Het leuke is dat dit eigenlijk heel erg makkelijk is om te maken. En ik zal jullie precies laten zien hoe je dat doet. Hè, zo gezellig. Jullie zitten allemaal hier bij mij op de bank. Voor het maken van een pompon heb je eigenlijk maar 3 dingen nodig. Een... Wat is dit? Een opschep. Vork. Dit is de opschepvork van mijn slaakhoever. Hij is ook een beetje gesmolten. Maar dat maakt niet uit. Nog steeds zeer functioneel. Daarbij heb je natuurlijk even een schaar nodig om je wol te knippen. En een leuk kleurtje wol. Het eerste wat je doet, je pakt je slaakhoever. Althans, het vorkgedeelte ervan. En je pakt het touwtje. En die ga je er omheen wikkelen. Je kan dit natuurlijk ook in het klein doen door het op een gewone vork te doen. Dan krijg je een heel schattig, heel klein pomponnetje. Wil je ze nou groter, dan kan je beter iets anders gebruiken om een pompon te maken. Bijvoorbeeld een kartonnetje of ja, weet ik veel, iets anders. Je hebt ook speciale klemmetjes om pompons mee te maken. Die zijn ook zeer praktisch. Maar dit is natuurlijk helemaal de trash queen manier. En dit werkt supergoed. Dus je wikkelt gewoon lekker je wolletje hieromheen. Mag best wel een dikke laag zijn, want daardoor wordt je pompon natuurlijk ook lekker fluffy. Nou, ik denk dat dit ongeveer wel genoeg is. Ik heb gewoon echt best wel een dikke laag wol eromheen gedraaid. Dan knip je je touwtje af. En dan knip je nog een stukje touw. Ongeveer zoiets. Dan heb ik hier aan de onderkant van mijn vork heb ik nog een gaatje zitten. En daar prik ik even mijn touwtje doorheen. Zo komt hij er aan deze kant uit. En dan haal ik hem eroverheen. Waardoor ik eigenlijk mijn wol op deze manier vast kan knopen. Dus ik maak daar ook even gelijk een knoopje in. Nog niet een hele stevige knoop, maar gewoon een knoopje. En dan kan ik mijn wol van mijn vork afhalen. En dat kan een beetje een gedoetje zijn. Maar ik duw het er gewoon even een beetje zo af. Dan heb je het zo. En dan kan je je knoop steviger aantrekken. Helemaal strak. Het wordt eigenlijk een heel schattig rondje. Die knoop doe ik even dubbel. Om hem nog steviger te maken. En dan kan je deze lusjes gaan openknippen. Dus ik pak mijn schaar en knip hem open. Oh. En dan zie je het eigenlijk al meteen ontstaan. Dit wordt straks de pompon. Dus ik knip hem nog even lekker verder. Oké. Dan kan je je pompon even wakker schudden. En dan zie je al dat het een heel gezellig leuk balletje is geworden. En dan knip ik hem gewoon eventjes een beetje bij.
dat ik hem mooi rond vind. Tada! Cute, hè? Ik vind het er zo schattig uitzien elke keer. Dit is echt super makkelijk, toch? Ja, en je kan er natuurlijk nog veel meer leuke dingen mee. Je hoeft het natuurlijk niet per se op een kussen te maken. Maar je kan ze ook leuk voor in je haar. Of dus leuk om een spiegel heen. Of op de muur. Of van die leuke slingers ermee maken. Whatever. Om een heel kussen vol te krijgen heb ik hier natuurlijk wel heel veel van nodig. Dus ben ik gisteravond alvast even aan de slag gegaan. En heb ik al een aardige schaal weten te vullen. Maar nu denk ik dat ik er eigenlijk nog steeds niet genoeg heb. Even kijken hoe ver ik kom met de bolletjes die ik nu al heb gemaakt. Nou, ik ben er duidelijk nog lang niet. Dit wordt echt heel erg leuk. Maar ik moet echt nog wel even door, want ik moet de hele zijkant van dit kussen nog. Hier ook nog. Hier is hij natuurlijk nog niet vol en daar ook. Dus ik kan nog even lekker aan de gang gaan met pompons maken. Gelukkig vind ik het een zeer ontspannen taakje. Om de pomponnetjes op dit kussen te krijgen heb ik natuurlijk een kussensloopje nodig. En daarvoor gebruik ik gewoon even, denk ik, een zwarte stof als basis. Zoiets moet er omheen passen. Dit is nu de basis van mijn kussentje. Dus hier moeten alle pomponnetjes op passen. Nu ik de stof voor het kussen heb uitgeknipt, ga ik het kussen vast in elkaar zetten. En dat is eigenlijk super simpel. Ik zet er wel een rits in, zodat ik de hoest er eventueel nog af zou kunnen halen. En daarvoor gebruik ik deze oude rits. Deze rits komt uit een oude tas van mijn vader. Ik heb die rits eruit geknipt voor als ik hem nog een keer nodig zou hebben. En dit is het perfecte moment. Dus ik moet deze nog even losmaken natuurlijk van het oude deel van de tas. De rits ga ik er als eerste in zetten. En dat doe ik door de goede kant van de rits op de goede kant van de stof te leggen. Dus ik vouw de stof een heel klein beetje open, de rand. En dan speld ik hem daar vast even vast. Zo. En dan kan ik die vast vaststikken met de naaimachine. En als de rits erin zit, dan kan je de rest van het kussen aan elkaar stikken. En dat doe je gewoon door alle randen dicht te maken. Voordat ik alle pompons eraan ga vastnaaien, is het natuurlijk heel belangrijk om even te testen of die past. Nou, perfect. Dit is natuurlijk de basis. Nu moeten natuurlijk de pomponnetjes er nog op. Even kijken hoe ver ik inmiddels ben. Holy knoly, wat heb ik er veel nodig. Damn, ik heb er echt nog heel veel nodig. Ik dacht dat ik al best wel ver was. Nou, ik ga nog even door met pompons maken. Al mijn pomponnetjes zijn af en ik kan je vertellen dat dit best wel veel werk is. Ik heb net zeker 3 afleveringen van Boer Zoekt Vrouw gekeken. En gisteren had ik natuurlijk ook al een heel groot deel gedaan. Dus dit is best wel even een klus. Maar als je het dan ook hebt, dan ziet het er toch echt fantastisch uit. Nu moet natuurlijk dit nog op dit. En daarvoor gebruik ik heel simpel naald en draad. En ga ik ze er 1 voor 1 aan vastnaaien. Rapapa! Daar is die! Ja, ik was even vergeten om een einde te filmen aan deze video. Want dit kussen heeft me toch wel heel erg veel tijd gekost om te maken. Oh, wat heerlijk dit, jongens. Wat zalig. Ja, ik vind hem wel echt mega cute geworden. Maar ik moet wel meteen zeggen dat er een klein drama was vanochtend met dit kussen. Toen ik vanochtend beneden kwam, toen had er een van onze katten lekker broodjes gebakken op het kussen. Dus het was één grote ravage en er lagen allemaal plukjes uit. Dus ik ben een beetje bang dat ik dit kussen niet heel lang zo mooi kan houden. Zolang die er nog is, kunnen we er even van genieten. Ik ben er in ieder geval mega blij mee. Ik hoop dat jullie hem ook heel erg leuk vinden. En als dat nou zo is, like deze video dan even. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren. En volgende week ben ik er gewoon weer.